Missarina, ik ben 32 jaar. Ik ben afkomstig uit Brugge. 4 jaar. Ik ben gestart in een optreden voor de grap voor Steve Ramon. En daaruit heb ik dan verder bij een groep geraakt. Bij de groep Diva Zona Hielse start. Dus in mijn eigen groep opgestart. En meegedaan als Miss Belgium travestieverkiezing in 2007, waar ik tweede eredame geworden ben. Meer werk, meer naambekendheid, daarom heb ik het ook gedaan. Ik vertrek ook elk jaar naar Tunesië en naar Spanje voor op te trainen daarvoor. Dus dankzij de fans en vrienden raak ik toch ook al zover. Ik ben er dagelijks mee bezig. Boekingen zoeken voor shows, opzoeken van kostuums, naar andere shows gaan voor iets bij te leren. Dus. En de kleding mag je zelf of koop je die aan? De meeste teken ik zelf een beetje uit, maar ik heb ook mijn eigen ontwerper die voor mij alles maakt, tot in de detail. Dus, en anders Pavlova. Mijn naam is Lani Love en ik kom uit het Gentse Mariakerke. Hoe lang ben je al bezig met travestie? Goh, momenteel denk ik iets van een 8 à 9 maand, dus nog niet zo lang eigenlijk. Goh, het is eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Ik ging heel veel naar travestieshows gaan kijken en dat boeide mij wel. Het zat er ook al een beetje in van kinds af. En ik had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk wel ooit een keer travestie doen. Totdat eigenlijk mij de kans werd gegeven om mee te doen aan de Miss Belgium travestieverkiezing. Dan ben ik in actie geschoten. Ja. Nee, ik was er toen vierde geëindigd. En dat is echt een heel leuke ervaring. Daarom dat ik ook dit jaar, dus eigenlijk volgend jaar 2009, opnieuw meedoe. Ja. Dromen is vooral nu werken naar de verkiezing van 2009. Beste beentje daarvoor vooruitzetten. En mijn droom is van, mocht ik ooit de lotto winnen, is toch mijn eigen showzaal te kunnen hebben. Ja, dat is toch wel een droom. Ja. Oké. Okay. Mijn naam is Miss Gigi. Ik zit 17 jaar reeds in het vak als travestie. Ik ben eerst begonnen achter de schermen in een travestiegroep. En dan het begon te kriebelen en dan heb ik ook maar het kleedje aangetrokken om de travestiewereld in te stappen. Dat hangt ervan af natuurlijk hoeveel optredens dat we hebben. We hebben normaal gezien eenmaal in de week een repetitie om de dansen in te studeren. En de rest is natuurlijk gewoon publiciteitswerk. Je kleren maak je dat zelf? We hebben iemand vast in dienst in de groep. We hebben ook bepaalde adressen waar we altijd naartoe gaan om ons kleren te maken. Ik heb nog één grote droom en die gaat dit jaar in vervulling. Ik doe mee, ik ben kandidaat Miss België Travestie 2009. Ik heb mijn kandidatuur ingesteld. Dat wil ik nog als afsluiter in mijn travestie eens meemaken om het groot op het podium te mogen meemaken. Wens je veel succes erin. Dankjewel.